Ronaldo Galant, prezes-elect van de Evangelische Broedergemeente Suriname EBGS, wil na zijn installatie werken aan de interne organisatie. In een interview met onze redactie vertelt Galant dat tijdens de laatst gehouden synode, welke op 26 augustus is afgesloten, er enkele commissies zijn geïnstalleerd om de algehele interne organisatie aan te pakken. Galant zegt vooral te zullen werken aan het verstevigen van de relatie met de gemeenschap. Uitgaande van wat de synode heeft aangegeven, moeten wij toch wel gaan werken dat onze organisatie sterker wordt. Het is sterk, maar het moet sterker. Aangepast aan deze tijd, er zijn een aantal aanbevelingen gedaan, er zijn voorstellen gedaan, er zijn vanuit de synode zijn commissies zelfs benoemd. En we gaan ons ook sterk maken om behalve ja, dat het met het woord verkondigen, dat we ook wat nauwer gaan samenwerken of nauwer betrokken zullen zijn bij de samenleving. Om de zaken die spelen binnen de samenleving, om ook antwoord daarop te vinden. Hoe wil de gemeente of ja, de EBGS dat doen? Kijk, we zijn eigenlijk in principe al bezig in de samenleving. Als kerk sta je niet buiten die samenleving. Dus je bent al bezig. Maar die betrokkenheid van de kerk moet misschien sterker worden. Benadrukt worden. Dat we, het is ook onze zorg. Behalve dat het de zorg is van maatschappelijke groeperingen en andere groepen in Suriname, moet de kerk nu ook meer betrokkenheid gaan tonen aan zaken die zich voltrekken in de samenleving. Galant geeft ook aan dat binnen de EBGS er nog moet worden gewerkt aan enkele uitdagingen. Wat in de regel uitdagingen zijn, zijn voor iemand die bezig is met het werk van God opdrachten die worden gegeven. Galant zal na zijn installatie leiding geven aan Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Frans-Guyana. Kijk, iedereen heeft een kas, heeft zo zijn eigen onderdeel die zij moeten proberen om Gods woord daar te verkondigen en uit te breiden. Maar natuurlijk hebben ze onze ondersteuning. En hoe de ondersteuning is, kan zijn door middel van opleiding, door middel van bezoeken, werkbezoeken enzovoort. Naar verwachting moet prezes-elect Ronaldo Galant officieel in november worden geïnstalleerd. Na de overdracht van de werkzaamheden en de wijziging van het beleidsplan kan hij een begin maken met de zaken die hij wil realiseren.